Yo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Vandaag is maandag 25 juli. Ik ga nu ontbijten, crucially. En ik zou zeggen, geniet van deze vlog. Ja, ik ga nou dus ontbijten en vanmiddag gaat er iets heel episch gebeuren, of eigenlijk vanavond, want het is vandaag daags na de Tour, dus bijvoorbeeld Mathieu van der Poel die deze sprint heeft gewonnen, waardoor hij het geel kreeg. Here goes Mathieu van der Poel. Alaphilippe is looking to see what is going to happen. What an attack by Mathieu van der Poel. He is dominant. He's going to be the rider who wins the stage. He wins the stage. The question now is, does he take the yellow jersey? Die komt vandaag daags naar de Tour, dus dat is wel heel episch. Dylan van Baarle komt ook, die heeft Parijs-Roubaix gewonnen. Dat is wel heel episch. Hey Louis. Hallo. Waar gaan we heen? Naar Boksmeer. We gaan naar Boksmeer, wat is daar te doen? Daar is de wielerronde. Ja, wat is de wielerronde? Wat gebeurt daar? Ja, daar komen allemaal fietsers. Ja. En die gaan een paar rondjes fietsen. Wauw. Jodio mensen, jullie hebben alleen maar mijn ochtend gezien dat ik ging fietsen. Maar we zijn nu in Boksmeer. Dat vind ik. De laatste ronde is aangebroken. Oké, de laatste ronde nemen we zijn schrijven. Op dit moment rijden de elite en belofte van de vrouwen hier in Boksmeer. En ze komen er precies nu aan, dus ik film op een goede moment. Je handtekening? Ja. En ook de foto of film? Allebei. Ja. Episch. Hoi, nog gefeliciteerd met die etappe-overwinning in de Tour. Dankjewel. Jammer. Halleluja. En dan hebben wij wel. Fabio! Hey, wij hebben al handtekeningen. Klopt. Taco! Taco! Nee, hij gaat inklikken, waarom? Dan fiets hier langs. Taco! Mag dat de foto? Mag dat de foto? Foto, foto! Yo! Taco! De ronde gaat bijna beginnen. Quinn, wat vind jij dat tot nu toe van, Quinn? Wat vind jij ervan? Ja, episch, hè? Ja.